Hallo, ik ben vandaag met Lisanne. Hi. En we zijn lekker foto's aan het maken vandaag in Amsterdam. Het is echt verschrikkelijk licht nu wel, want die zon, hè? Ja, het is heel gezellig. En heel mooi weer. Beetje wel heel warm, maar hè, we klagen niet. Helemaal top. Oké, we hebben dus een hele tas met kleding mee en haar camera. En ze heeft daar een hele koffer. En nu gaat ze zich hier omkleden. Dus als jullie denken dat Instagram allemaal zo makkelijk gaat, nee. We moeten ons gewoon op straat omkleden. Hoe skeer. Nou, dit is dus als je Instagram foto's gaat maken de hele dag. Yes. Ja, dat wel. Good morning. Nee, het is geen ochtend. Never mind. Ik ben weer niet naakt. Ik heb weer een bikini aan. Maar ik heb vanochtend gesport. I'm proud of myself. Ik ben in het mooie weer gewoon gaan sporten. Gewoon naar de sportschool gegaan. Dus daar ben ik trots op. Daarna heb ik even gedoucht. Daarom heb ik dit nog op mijn hoofd. En nu ga ik eventjes lekker in het zonnetje liggen. En gewoon even Netflixen. En dan ga ik straks even video's editen. Want dat moet ook gebeuren. Dus ja, gewoon een chill dagje vandaag. Limo Mare, de beste tonijn over je olijfolie. Come mangiamo italiani. Ik had dus echt dit super handige, leuke idee voor mijn bullet journal. But I fucked up. Want ik vind dit zo lelijk geworden. Kijk, deze kant is op zich wel leuk. Want het is gewoon rustiger. Maar dit... Ja, nou ja, we moeten er maar mee leven. Want ik kan er niks meer aan veranderen. Maar goed, wel heel handig. Gewoon op één pagina heel augustus zo in te plannen. Zo ga ik het waarschijnlijk vaker doen. Want... Ik ben nu toch meer dit soort dingen aan het maken, waar ik dan gewoon, zeg maar, soort, even kijken hoor, soort dagboekjes bijhoud. Dus dit is wel wat ik leuker vind, maar het is ook handig als ik wel iets van een planning heb. Dus ja, dit is wel top daarvoor. Dan kan ik dat gewoon op één pagina doen. Oké, nou ja, ik heb het nu maar zo opgelost. Ik vind dit dan nog mooier dan dat wat ik eerst had. Kijk, dit is natuurlijk het allernetst. Het ziet er gewoon heel chill uit, maar ja, dit is wel beter dan wat ik net had, denk ik. Dus... Ja, we doen het hier maar even mee. Ik heb lekker eventjes een avondje in mijn bullet journal gewerkt. Ik vind het altijd zo chill en rustgevend. Ik word daar gewoon helemaal zen van. En nu ga ik lekker naar bed. Morgen ga ik lekker een dagje naar een meertje hier bij mij in de buurt. Dan gaan we daar lekker chillen en liggen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ja, ik zie jullie morgen weer. Hola, het is vandaag woensdag en ik ga met mama lekker bij een meertje bij ons in de buurt liggen. Het is wel een beetje bewolkt, dus we gaan even kijken of het chill is. En anders gaan we gewoon wat anders doen. Maar goed, dat is wel chill, dus ja. Oké, ik ben vandaag nog naar de Action geweest met mama. En dit zijn nog spulletjes die van de IKEA waren. Omdat ik wat dingetjes heb gekocht voor straks in mijn nieuwe appartementje. En ik heb besloten dat ik alvast wat dingen ga inpakken. Want ik ben ook weg voordat ik ga verhuizen. En het geeft me gewoon rust als ik al wat dingen inpak. Dus dat doe ik gewoon. En dat bewaren we in de schuur. Oké, ik ga nu dus heel even deze kast opruimen. Mijn make-up hiervan heb ik al uitgezocht. Dat zijn de eerste drie lades. Die heb ik nog niet zo lang geleden uitgezocht. Want deze kast gaat mee naar Tilburg. Sowieso. En ja, weet je, er zit gewoon heel veel troep in. Oh my god, hier is een nagellak gewoon open erin. Oh my god, zo stom. Het zit helemaal vast. Nou, mijn nagellak ga ik sowieso eens opruimen. Dit moet opgeruimd worden. Er zit heel veel onzin wat ik niet gebruik. Dit moet opgeruimd worden. Ik ga gewoon alles opruimen. Want deze kast gaat mee en heel veel van deze inhoud gaat ook mee. Maar het moet gewoon heel opgeruimd. Eerst ga ik proberen of ik dit eruit kan krijgen zonder mijn kast te beschadigen. Jongens, ik ga het even laten zien. Oké, mijn moeder heeft het losgekregen. Look at this. Oh my god. Oh my god. Dat is toch echt niet oké. Alle nagellak en deze zat echt compleet vastgeroest. Niet normaal. Er zitten hierin allemaal dingen uit die kast die hier blijven. Dus die gaat mama dan een ander plekje geven. En wat allemaal meegaat zit gewoon in de kast. Dit gaat dan gewoon in één keer, hoppakee, allemaal een doos in. Of whatever.
En dan nemen we hem mee. Ik zal even alle lades laten zien. Ik heb het allemaal opgeruimd. Ik heb gewoon nog een hele bak hierover. Ook chill. In deze bak zit ook niet zoveel. En deze is ook veel leger. Dus dat is helemaal mooi. Zo, nou, ik heb dus de hele avond wat dingen opgeruimd en alvast ingepakt voor het verhuizen. En ik ga pas verhuizen over een maand. Maar ik ga zeg maar ook nog op musical camp. Ik weet, heb ik het nou al verteld? Ik ga dus nu alvast beginnen omdat ik ook nog op musical camp ga. Na musical camp ga ik gelijk die dag daarna verhuizen. Dus daarom begin ik nu al. Want anders moet ik alles in één dag doen. Of in, niet eens in één dag, in één avond. En dat is gewoon niet te doen. En ik ben waarschijnlijk ook nog eens moe als ik terug ben van kamp. Dus ik begin nu langzamerhand gewoon al met inpakken. Voor het verhuizen. Dus ja. Dat is een beetje wat er nu going on is. Wel heel veel zin in hoor. Oh, het geeft me nu ook gewoon heel veel stress. Dus ik kan gewoon niet wachten tot ik zeg maar echt ga verhuizen. Want dan, hè, dan gaat die stress er een beetje van af. Want nu denk ik net van oh, en dit moet nog mee. En dit en dit. En dat moet nog inpakken. En blablabla. Dus ja, dat is wel een beetje moeilijk. Maar goed. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag naar Amsterdam. Samen met Sabrina. En ik sta in de zon. En ik ga weer fotootjes maken vandaag in Amsterdam. En misschien vanmiddag nog even de stad in. Maar dat ligt eraan of ik daar nog zin in heb. Nou, ik ben gezellig met Sabrina. En Sabrina heeft haar haar geverfd, jongens. Het is zo donker. Oh my god. Nee, ik vind het echt mooi. Maar we zijn dus lekker aan het shooten. Dit is al mijn derde outfit die ik aan heb. Ja, ja. En ik heb een trucje. Ik kleed me tegenwoordig gewoon om op straat. Ik zal jullie eventjes... Oké, Sabrina, film mij heel even. Ja. Wat ik dan dus zeg maar doe. Ik heb dus altijd een rokje mee. Zoals deze. Ik heb altijd een rokje mee zoals deze. En als ik dan bijvoorbeeld een broek aan wil doen. Dan doe ik mijn rokje aan. Doe ik daaronder mijn broek aan. Doe ik mijn rokje weer uit. En dan heb je je zo omgekleed zonder dat je helemaal naakt hebt gestaan. Dus helemaal goed voor de Instagram tips dit. Yeah. Dus. Tijd om te lunchen. Yay. En we gaan dit lekker delen. Want ja. Kan gewoon. Zo. Ik zit even lekker in mijn bralet. Want ik heb geen zin om iets aan te trekken. Het is super warm in huis. En ik trek het gewoon niet. Deze bralette is trouwens van Shein. Ik krijg daar heel vaak de vraag over. Maar ik heb hem al echt denk ik al een jaar. Of misschien zelfs al 2 jaar. En ik draag hem nog steeds met heel veel liefde. Dus ik weet niet of ze hem nog hebben. Maar zulke topjes kan je meestal ook op AliExpress vinden. Of ja. Het is ook gewoon een beetje geluk. Ik heb gewoon een beetje geluk gehad met deze. Want deze zit gewoon heel erg lekker. En die... Ja, eigenlijk zou ik hem opnieuw moeten kopen. Maar ik weet niet of ze hem nog hebben, dus... Ja, maar goed. In ieder geval, vandaag was een heel leuk dagje. Lekker met Sabrina wezen shooten dus. En ik heb wat leuke fotootjes gemaakt. En daarna hebben we nog wat gegeten. En nog even de stad ingegaan. Sabrina is toen weggegaan, want die had rijles. Maar ik ben dus nog even de stad ingegaan. Alleen. En ik heb weer geshopt. Het is niet normaal, maar ik heb gewoon zo'n zware shopdrang de laatste tijd. Ik heb zo'n zware... ik wil gewoon zo graag mijn kledingkast leuker maken. Ik heb geshopt bij de Stradivarius in de sale. Ze hadden mega veel sale. Mega veel leuke items. Super verliefd. I can't. Ik wilde eigenlijk nog wel veel meer kopen. Maar ik heb dit gekocht. Ik heb ook. Ik denk dat als ik meer dingen was gaan passen, dat ik alles had gekocht. Want dit heb ik letterlijk allemaal gepast. En het zat allemaal zo leuk dat ik het allemaal heb gekocht. Als eerst heb ik een heel leuk skort gekocht. Dus dat is een short en een rokje in één. En dat is deze. Hij is geruit. En met van die leuke knoopjes. Dat is natuurlijk nu helemaal hip. En het is zeg maar dus een broekje. Dus dat is heel erg chill. En hij zit super lekker. Hij is echt, echt, echt heel erg chill. Dan ben ik ook al een tijdje op zoek naar zo'n, ja, zo'n pakkie. Weet je wel? Zo'n matching broek en jasje. Maar... Er hing zoveel in de winkel, maar of ik vond het te duur, of ik vond het gewoon niet leuk, of ik vond het saai, of ik vond het printje niet leuk. En ja, ik ben gewoon echt al een hele tijd op zoek, maar ik kon gewoon steeds niet de perfecte vinden. En ik denk dat ik die nu wel heb gevonden. Het was ook heel fijn dat het in de sale was. Ja, en er zat nog een verhaal achter, want ik had dus op mijn Instagram geplaatst dat ik graag dit pakje wilde hebben.
En die hadden ze dus in de winkel, maar alleen nog maar een maat 36. En die was echt te klein. Mijn heupen die kunnen gewoon niet in een maat 36. Ik heb daarvoor echt gewoon een 38 nodig. Moest ik een beetje omhuilen. Toen werd ik boos. Toen ben ik uit de winkel gegaan. En toen was ik drie stappen verder. En toen dacht ik, nee Pam, je gaat terug. Want er hingen vet veel leuke dingen. Dus toen ben ik opnieuw de winkel ingegaan. En heb ik opnieuw dingen gepast. Deze broek hoorde daarbij. Het is gewoon een beetje zo'n, ja, ik weet niet, het zit gewoon chill, het is een heel chill stofje, het zit gewoon heel lekker. Het is echt helemaal top. Die heb ik in een maat S'je. Echt weird dat ik deze dan weer wel pas in een maat S, maar goed. Dat is gewoon echt mijn lichaam en de maten van winkels. Het is altijd zo ingewikkeld. Soms moet ik een S, dan weer een M. Echt fucking struggles en soms zelfs een L. Oké, en daarbij hoort natuurlijk ook een jasje. En dat is deze. En die is best wel lang, hij komt echt tot... ja, tot over je billen wel. En hij heeft hier aan de zijkant ook een splitje. Can you see that? Yes. En ja, het is gewoon echt een heel lekker pakkie. Ik kan gewoon niet wachten tot ik hem kan dragen. Nu voorlopig niet, want het wordt de hele week 30 graden. Maar zodra het minder lekker weer is, gaat het pakkie aan. Dat pak was bij elkaar 20 euro, allebei 10 euro dus. En dat rokje was 8 euro. Mm-hmm. En dan heb ik als laatste ook nog een broek gekocht. En volgens mij zit zo'n paperback model, ik weet het wel bijna zeker. Weet je al met zo'n ding en hij zit heel hoog en hij zit helemaal top. Het is lekker een groen khaki kleurtje met lekkere streepjes erop. Because I love some stripes. Ja, gewoon echt een topbroekie. Deze is maat 38 en deze was ook 10 euro. Dus ik heb echt lekker geshopt voor weinig. En daar kan ik gewoon echt zielsgelukkig van worden. Je meid gaat weer naar de sportschool. Ik heb helemaal geen zin. Echt 0,0, maar ik moet gewoon van mezelf, want ik heb een soort van met mezelf afgesproken dat ik volgende week waarschijnlijk niet echt ga. Dat het zulk mooi weer wordt, dus waarschijnlijk ben ik elke dag op het strand te vinden en ik hou niet zo van in de avond sporten. Misschien dat ik het alsnog ga doen, omdat ik dan toch denk van Pam, je moet. Maar daarom moest ik vandaag wel van mezelf, omdat ik niet weet of ik deze week ga. Dus ja, let's go. Ik heb vanochtend dus echt weer heerlijk gesport. Of nou ja, heerlijk. Het was prima te doen, laat ik het zo zeggen. En ik heb een campagne afgemaakt vandaag. En ja, ik moet alleen nog even gewoon nog wat dingetjes doen op mijn laptop. Maar het is nu 4 uur en ik heb eventjes zin om nog heel even in de zon te liggen nu het nog kan. De zon gaat zo weg bij ons. Meestal rond, ja, dit tijdstip, ietsje later gaat de zon een beetje weg. Dus ik wil gewoon nog heel even lekker liggen. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Zoals je ziet zitten we in de auto, mama en ik. We zijn net helemaal naar Limburg gereden. Daar rijden we nu nog steeds. Naar Bel. Naar Bel? Of niet? Of. Mijn broertje die gaat daar met vrienden op de camping staan. En we hebben ze dus eventjes gebracht. En ik vind het echt helemaal jammer dat ik nu niet ga kamperen. Ik weet niet, maar het is zo leuk. Als ik dan nu weer de tent zie en zo, dan denk ik echt van... ik wil ook kamperen. Zo leuk. Maar ja... wij gaan dat niet. Wij gaan gewoon weer naar huis en we gaan deze week lekker veel naar het strand, denk ik. Want het wordt heel mooi weer. Dus we vermaken ons ook wel helemaal. Wel lekker rustig zonder Wolly. Lekker 2 weken weg. We zijn lekker aan het varen met opa en oma en mama. Vet lekker. Ah, er komt precies water op. Lekker hè, mam? Lekker hoor. Ga ik wat shoppen? Oh, wat heb ik vandaag genoten. Het is echt niet normaal. Het was zo lekker op de boot. Ik ben gewoon weer helemaal bijgekomen. Het was echt super chill. En de aankomende week ga ik letterlijk elke dag naar het strand. Behalve vrijdag, dan heb ik nog geen plannen. Maar van morgen tot donderdag ga ik gewoon elke dag naar het strand. Dus ik ben benieuwd hoe volgende week vlog gaat worden. Want meestal ben ik dan gewoon zo erg aan het chillen dat ik niet eens denk aan het vloggen, zeg maar. Can you see it? Look at those tan lines. Echt niet oké. Ik ben ook echt verbrand. Zoals je ziet. Maar goed, dat is echt mijn eigen schuld. Want ik was gewoon te eigenwijs om me in te smeren. Ik heb me wel ingesmeerd hoor. Maar ik had alleen mijn armen ingesmeerd en mijn benen. En de rest had ik nog niet ingesmeerd. Ja, en mijn gezicht had ik ook ingesmeerd. Dus dit stuk heb ik echt pas later op de dag ingesmeerd. Dus toen was het al te laat. En mijn rug ook. En die is ook een beetje verbrand. Een beetje stom, maar goed. Niks aan te doen. Ik heb ook een schaafwond opgelopen vandaag.
ook erg vervelend. Maar verder was het echt een heerlijk dagje. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende vlog. Doei doei!